Nou, weet je wat het is? Ik zit even op kantoor. Ik ben tegenwoordig ook een beetje aan het doen op YouTube en het gaat best wel leuk. Maar ik wil nu zeg maar ook wat items gaan doen en wat grappige dingen zeg maar. Dat ik wat meer met de jeugd mee ga. Kijk, wat ik nu maak zijn gewoon beelden die mijn vrienden en bekenden leuk vinden. Maar ik wil ook een Wat beetje, voor kiep bedoel je? ja, dus ik wil ook een beetje kijken zeg maar wat ik wat meer in de doelgroep of wat leuke dingen kan doen. Nou zat ik net even te denken samen met mijn editor, die Nino, die al die filmpjes maakt zeg maar. Die hadden we het idee om. Volgende week is mijn moeder natuurlijk jarig. Nou, het komt elke keer niet van. Melvin is hartstikke druk met de garage en iedereen om dat nummer te maken. Dus ik ga nu even tijd maken. Ik ga nu proberen om van Je raakt me zo een nummer te maken over mijn moeder. Dan heb ik bijvoorbeeld Je bent me ma. Gewoon iets gekkers, weet je wel. En dan wil ik. Juist, snap je? Dus dat wil ik dan eigenlijk. De vrouw van mijn Oh pa. ja. Nou kijk, wat ik wil doen, ik wil eigenlijk gewoon wat maken. Als jij er even naar kan kijken, want jij bent nog beter erin dan ik, wil ik samen met jou optreden. Dus ik ga dan kijken of ik er bijvoorbeeld de refreinen mee doe of zo, weet je wel. En misschien doe ik nog zo'n gek pakkie aan van zo'n vrouwtje uit je videoclip. En dan gewoon echt een beetje gek. En dat hij het opneemt en dat we een soort van, is voor jou ook denk ik wel leuk, en een soort parodie op mijn kanaal gooien, weet je wel, van het optreden voor mijn moeders verjaardag. Maar ik zeg prima, ik ben leuk. Ik zeg, dames en heren, ik heb een gastoptreden. Ja. Ik heb een duet. Dat heb ik speciaal een nieuw liedje voor jullie gemaakt. Weet je wel, dat kunnen we wel een keer elkaar zien. We gaan even naar een gala. Mijn moeder wordt vandaag 60. Dus we zijn helemaal op en top gekleed. Zo, gezellig. Gezellig bij schoonmoeder in de auto. Kijk, ja, gezellig. Ik denk taxi, ik ga op. Ja. Hey, ik ga het niet in, hoor. Ja, nee, dit, hier nee, heb ik heel lang op gewacht, nee. Al die maanden. Ga weg. Mijn schoonmoeder. Ga weg. Ja. We hebben een hoop optredens. Funky Piano's komen langs, dat is mijn eigen pianoshow. Haagse Hazes komt als verrassing even langs. En ik ga een duetje doen met Dean Sanders voor mijn moeder. Ik kan helemaal niet zingen, dus het zal niet best worden. Dus ik hoop dat alle ramen en deuren dicht gaan. Maar ja, joh, alles voor de moes hier. Ik vergeet nog één ding. Kijk even, er zit er eentje die is door een ringetje te halen. Hè? Zo, ja, gala. Lijkt net of we weer gaan trouwen, joh. Dat is lang geleden. Mijn schoonmoeder is de chauffeur vanavond. Kijk, top, joh. Die wil heel graag in mijn vlog. Welkom to Las Vegas. Daar zit hij, joh, de grote directeur. Zit nog even op zijn IRG te kijken of alles in orde is. Hallo. Hallo. Oh god, vliegende vlog. Hallo. Hallo. Vliegende vlog. Kijk, staat ze. Maria's Glitter en Glamour Feest. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Goed, ja, jongen. Ja, lekker, lekker, lekker. Yes. Is dat die vlog van de homo? Ja, dat is hem. Goedenavond. Het is nou iets over 10. De drankjes zijn langzamerhand wel een beetje aan het inwerken nu. Dus het wordt nu wel tijd dat de voetjes een beetje van de vloer gaan. Dus ik wil graag vragen of iedereen in ieder geval even naar de dansvloer wil komen. Want ja, we hebben in ieder geval een kleine verrassing voor mijn moeder. Er is iemand die vaak heeft opgetreden voor de familie. En eigenlijk geeft mijn moeder altijd aan dat ze er helemaal weg van is. En dat ze het leuk vindt en een gezellige gozer. Dus ik wil graag een hartelijk applaus voor Dean Sanders. Wauw, wat een aankondiging. Goedenavond allemaal. Goedenavond, goedenavond, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Kijk, ik ga hier staan zo. Wauw, iedereen is zo mooi aangekleed, hè? Goedenavond allemaal.
Ik ga beginnen met een liedje. Een heel rustig liedje, maar iedereen kent dat liedje. Ja, je bent me maar de vrouw van mijn pa. Ja, dat gaat helemaal nergens. Ja, je raakt het over dan een andere tekst. Ja, ik vind het. Kijk, voor mijn 5 kijkers. Je doet je hand omhoog. Je maakt je raak zo. Hier. Dat is een heel bekend artiest. Die heeft speciaal voor u een eigen tekst teruggemaakt. En die is er al weken mee bezig. Die belde mij al een paar weken geleden op, vrouw Amerika. En die zei van die, ik ken geen Nederlands, maar ik heb speciaal voor mij. Wil ik dat liedje helemaal onturnen. Ik ga hem even aankondigen. Het is uw dochter. Ja, het is dat niet zo vrouw heeft. Nee, het is uw dochter. Ja. Raymonda. Raymonda, wil je even naar voren komen? Raymonda, wil je deze? Applaus voor Raymonda! Oh, die benen. Raymonda. Raymonda, zou je wat willen zeggen tegen je moeder, schatje? Nou mam, wij allemaal, ook Jordi en Melvin, zijn allemaal super trots op je. En je doet al jaren heel veel dingen voor ons. En de laatste maanden van het vorige jaar heb je laten zien wat voor knokker je bent. En geen morren, niet zeiken. En je doet het gewoon doorpakken en je hebt je doorheen gevochten. En dat waarderen we allemaal enorm. En ook alle mensen die hier zijn. En daarom sta ik nu voor Joker. Gaan we er gewoon een leuke avond van maken met iedereen. En die mensen zijn er ook allemaal van jou, dus geniet er ook van. Tot en met 1 uur en dan sluiten we nog lang niet af. Als er een fout ertussen zit, dan vergeef ik me. Ik doe mijn best, maar ik heb niet zoveel ritme gevoel. Raymonda, we gaan even de mensen uitleggen hoe het liedje gaat. Het liedje heette net van... Je raakt me zo... Daar heeft Raymonda dus een tekst op bedacht en die gaat zo. Je bent me ma, de vrouw van mijn pa. Heel origineel. En bij dit liedje doe je ook gewoon je rechterhand omhoog. Je maakt een Albert van Linden. En dan gaat kijk wel even mijn blaadjes. Dus graag applaus voor Raymonda, dan komt u dan! Ja! Hoe je lacht, hoe je doet, hoe je zorgt voor je kids. Daar kan niemand tegen op, hoe je oma komt bent, van bekend. Zet mijn wereld op zijn kop! Je bent de vrouw van mijn pa. Met mijn hoofd in de wolken, als je dichter bij me komt. Dat jij mijn moeder bent, wat mijn wens. Als mijn wens in mijn droom. Je raakt me ma, de vrouw van mijn pa. Je bent een vechter, je bent sterk, laat iedereen stralen. Ik ben trots op jou als moeder, als ik naar je kijk maar. Daar word ik wat vrolijk van, maar verder weg ben jij de mooiste maat. En je bent me... Dames en heren, die handen omhoog en dan komt u uit! Je bent me maar, de vrouw van de maat. Je raakt me van verder weg. Raymonda! Hoe Jordi danst, Melvin beweegt, is natuurlijk niet best. Maar maakt niet uit, geen paniek, je bent toch wel trots op je zoon. Ja. Ben de ma, de vrouw van de ma. Met mijn hoofd in de wolken, ze dichter bij me komt. Als jij mijn moeder bent, was mijn wens en mijn droom. Mijn ma. De vrouw van me. Je laat me weer lachen. Je laat me
niets of niemand krijgt jou klein. Oh, wat is het toch fijn om je zoon te zijn. Hoe je straalt en steeds weer lacht. Je bent de mooiste maat. Applaus voor de ronde. Dames en heren, voor de allerlaatste keer. Je bent de maat. De vrouw van de maat. Je bent de mama. De vrouw van. Oké, Raymonda. A cappella. Van verder weg ben jij de mooiste prinses. Je laat Luca en Noah lachen, je laat hem weer schijnen. Laat iedereen stralen, maar je blijft toch de mijne. Als ik kijk, kijk maar, daar worden wij pas vrolijk van. Van verder weg ben jij de mooiste oma! Je bent de maat, de vrouw van maat. Je bent de mama, de vrouw van papa. Van verder weg ben jij de mooiste prinses. Dank jullie wel, jullie zijn toppers. Die is ook een topper. Dames en heren, hij twijfelde vanmiddag of hij iets zou doen. Applaus voor Raymonda! Het ziet er misschien niet zo uit op dit moment, maar je hebt echt ballen, jongen. Je hebt echt ballen dat je dit durft. Lieve mensen, ken je de liedje van Sweet Caroline? Volgens kan je zien. Er is een nieuwe versie van. Ah, dat is wel leuk. Dankjewel, dankjewel. We blijven ervan. Ik zei ook, ik heb helemaal geen ritme gevoeld. Dat was echt goed. Ah, dat kon je niet horen. Wat leuk is ook, je staat in dat vakje, maar je staat in dezelfde hemelhouding, met dezelfde hemelstem. Ja, dat is waar, dat moet niet ook Dit was het weer. Mijn moeder is 60ste verjaardag. Ja, om die vrouw zo te zien genieten, weet je, daar doet elke zoon het voor. Dus we hebben een topavond. Het is nu 11:30, dus we gaan nog even 1,5 uur door. Maar dat is denk ik niet meer goed voor de camera als ik dat nog doe. Maar ja, ik ben wel blij hoe het gaat. Dean Sanders, geweldig. Funky Piano's, wat een geweldige pianoshow is dat. En ook ja, Mario Mulder, Haagse Haas. Ik ben nu al fan. Ik heb die man een paar keer zien optreden. Ja, wat een wereldfan is dat. Dus wij gaan nog even door. Ik hoop dat jullie mijn vlog weer leuk vinden. Ja, je kan je even abonneren, gratis, zou leuk zijn. En ik doe mijn 5 kijkers alvast de groeten en tot de volgende keer.